In deze aflevering Helma Extra van de gelijknamige bakkerij uit Schinnen over de samenwerkende hofleveranciers in haar gemeente en wethouder Erik Geurts over de diverse projecten in Brunssum die binnenkort van start gaan. Dit is aflevering 108 van Lopende Zaken. Hier is Karel van Knippenberg. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Lopende Zaken, het achtergrondmagazine van de streekomroep Lood TV. Brunssum bruist van bouwactiviteiten. In korte tijd worden plannen die al jaren in ontwikkeling zijn ineens werkelijkheid. Zo zijn daar het Zorgplein, het Centrumplan, de Brikkenoven, het Lindenplein, het Vijverpark, de nieuwe brede scholen. Kortom, Brunssum gaat op de schop. Met wethouder Erik Geurts praat ik straks over deze ontwikkelingen. In Schinnen moeten ze toch trots zijn op het feit dat op de koninklijke ontbijttafel brood stroop uit die plaats op de tafel staan. En wanneer onze koning trek heeft in een lekker biertje, hij het flesje Alfa uit zijn koelkast haalt. Mevrouw Extra, hartelijk welkom allebei. Klopt dat? Nou, ik denk dat het niet verkeerd is om met deze mooie ambachtelijke producten een dag te beginnen. Ja. Maar hofleverancier wil niet zeggen dat je echt aan het hof levert, wat natuurlijk wel zou kunnen. Maar dat is niet echt de voorwaarde voor het hofleverancierschap. Ja, ja. Daar komt van allerlei andere dingen weer bij kijken. Ja, ja. Ja. Hofleverancier, hoe word je eigenlijk hofleverancier? Je kan hofleverancier worden als je minimaal 100 jaar bestaat en als je een familiebedrijf bent. Op zich is dat al iets wat in deze tijd niet vaak voorkomt. En daarbij moet je ook zorgen dat je een solide bedrijf bent met een goede continuïteit en een goede basis. Ja, ja, dat moet allemaal toch wel goed in elkaar zetten. Okay. Ja. Waarom wilt u eigenlijk hofleverancier worden? Wat was de drijf erachter? Ja. Het is zo dat in het jaar dat we 100 jaar bestaan feest hadden, een oom, Matt Extra, ook vroeger eigenaar geweest van Bakkerij Extra, eigenlijk de drijfveer erachter was. Hij was 80 jaar en hij had zoiets van, nou, dat is toch eigenlijk een bekroning voor een bedrijf, ja, als dat iets is wat haalbaar zou zijn. Ja. En dat is de reden geweest dat ik me toch een aantal maanden echt aan de tafel gezet heb voor te kijken om alle papieren, want er komt nog wel bij kijken, ja, om dat eigenlijk allemaal op orde te krijgen en het verhaal te onderbouwen, want daar gaat het om die erkenning te kunnen krijgen. Ja. Ja, ja. En dan heeft u met trots het wapen natuurlijk op de gevel ja, hangen. Mm-hmm. En dit soort zaken. Ja. Is het dan toch niet zo dat ze ooit uw brood geproefd hebben daarboven in het Koninklijk Huis? Ja, het is zo dat vanaf 1980 de koningin nieuwe regels gemaakt heeft, ja, van de eisen van het voeren van het hofleverancierschap. En daar komt eigenlijk van alles bij kijken. En het is natuurlijk zeker voor brood niet haalbaar om dat helemaal naar het Koninklijk Huis te bezorgen. Ja. Maar je moet gewoon een goed product leveren en in de regio toch een bepaalde uitzondering zijn. Hè? Toch iets zijn, ja, wat eruit schiet. Ja. Ja, ja. Dus criteria 100 jaar en, ja, een familiebedrijf. Want op het moment dat u zou veranderen als bedrijf, bijvoorbeeld een BV zou worden, dan geldt het volgens mij niet meer. Nee, ook als je de zaak dus inderdaad niet door je kinderen wordt overgenomen, ja, of je verandert van naam. En sowieso is het voor 25 jaar, dus dan betekent het dus eigenlijk weer opnieuw moet. Dus dit duurt 25 jaar. Wordt u in die 25 jaar dan gecontroleerd of laten ze u verder voor wat het is? Ja, nou, ik denk dat als er bepaalde dingen gebeuren, bijvoorbeeld als je criminele activiteiten gaat uitvoeren, ja, dat het heus van je naam verwijderd wordt. Dus je moet gewoon zorgen dat je gewoon goed je bedrijf blijft, ja, voeren. Maar dan is het in principe voor 25 jaar. Oké. Okay. Ja. En dan gaat u het weer aanvragen? Ja, ik of mijn kinderen dan, ja, echt gaan het aanvragen. Ja. Want hoe lang heeft u het nu? Vanaf 2009. Ja, we zijn 2009 was je 100 jaar. Mm-hmm. Mevrouw Extra, nu zien we in Schinnen zien we dat we 3 hofleveranciers hebben. Is daar een oorzakelijk verband te zoeken? Mm-hmm. We hebben het verder samen met andere hofleveranciers uitgezocht. En waarschijnlijk, zoals het er nu uitziet, zijn we het enigste dorp in Nederland waar 3 hofleveranciers zijn. Het zijn allemaal ambachtelijke producten die er gemaakt worden. De stroop van de Alfa. De stroop van de Canisius, het bier, ja, van de Alfa en natuurlijk ook brood uit onze bakkerij. Ja. En ik denk dat dat toch ambachten zijn die, als je voor je bedrijf gaat, dat ook de tijd kan doorstaan. Hè? Dat je ook daar die 100 jaar mee verder kan halen. Ja, het is, ja, iets wat toch wat blijvend is, ja, als product. Ja, ja, wat, ja, hopen. Oké. Okay. Ja.
Meneer Geurt, Brunsum. Heeft Brunsum ook een hofleverancier of meerdere? Nee, ik zat me dat net te bedenken van hoeveel hofleveranciers heeft de gemeente Brunsum. Ik denk geen enkele, ja. Maar dat is ook helemaal niet zo gek. Hè? Kijk, Schinnen is dat dorp geweest, is altijd ook dat dorp gebleven, van wat het in oorsprong ook was. En Brunsum heeft 100 jaar geleden die gigantische transformatie doorstaan, toen de Staatsmijnen kwam. Ja. En toen is Brunsum in zijn totaliteit veranderd, hè? Want wij waren net zo'n boerendorp als Schinnen. En uiteindelijk zijn we ons gaan richten op die mijnindustrie. Brunsum in de moderne tijd bestaat eigenlijk pas 100 jaar. Dus het is niet zo gek dat dat er geen hofleveranciers zijn. Ja, ook gegroeid. We hebben wel een aantal bedrijven van die namen die gevestigd zijn in Brunsum. Kennen we er een paar? Nee, er zijn de natuurlijk bakkerijen en de maar kijk, Erkens is overgegaan van de Mortelen. Is nog steeds een heel goed product, maar is in Belgische handen terechtgekomen. En zo zie je, we hebben een aantal goede Brunsumse bedrijven, hè, ook Akkoord. Ja. Maar die bestaat 40 jaar. IJzervlechter, LUC, prima bedrijf in Brunsum. Ja, winkelbedrijf Vrome. Winkelbedrijf Vrome, in het centrum een krachtige ondernemer. Ja. Dus we hebben wel krachtige ondernemers in Brunsum. Vrome zou misschien wel voor hofleverancier in aanmerking kunnen komen. Want het bedrijf bestaat al heel lang. Ja. Maar ik denk dat ook Vrome in ontwikkeling is gekomen gedurende de mijnindustrie. En dus het moderne Brunsum bestaat pas 100 jaar. Ja, klopt. Goed. Mevrouw Ekstra, wat is eigenlijk volgens u de voorwaarde om zo'n succesvol bedrijf te zijn zoals u dat bent? Ik denk dat je moet onderscheiden met het product. En dat je gewoon heel veel hart voor de zaak moet hebben. En een hele grote inzet. Dat hoort er wel bij. Ja. De band met de klanten en de service en het product moet gewoon heel erg goed zijn. Ja. En dat is ook iets wat je in die 100 jaar hebt laten zien. En ook mede een van de redenen waarom je zo'n hofleverancierschap toegekend krijgt. Ja. Nu zitten we in een tijd waar natuurlijk heel veel verandert. Hè? En als je kijkt naar andere bedrijven, grote namen zoals KLM, ING Bank, Rabobank, vroeger keek men daar tegenop en als je voor de bank werkte, had je een baan voor het leven. Nee. Dat is niet meer. Nee. En ik vraag me af, is er nog wel perspectief voor bedrijven zoals het uwe naar de toekomst toe? Ja, het is altijd zo dat wij, zeker ook naar de kinderen toe, proberen om toch de liefde voor het vak over te brengen. Ook de passie voor een vak. En ik vind het jammer dat de jeugd op het moment die passie wat minder heeft. En ik denk dat daar ook een rol ligt bij ouders. Je mag trots zijn op datgene wat je doet. Je mag erover vertellen. En je mag er gewoon heel erg trots op zijn op een ambacht wat je uitoefent. Dat mis ik dan vaak. Mm-hmm. Hè? Vaak hoor ik dan ook dat kinderen, als je vraagt wat doet mama of papa, dat ze gewoon ook gewoon niet weten waar hun ouders mee bezig zijn. Iedereen is bezig op zijn mobieltje. En ik denk dat het gesprek onder elkaar, dat toch veel minder is als voorheen. Ja. Wat merk je daarvan in de bakkerij? Want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Hoe is het met de jonge aanwas? Is er voldoende interesse op scholen en bij jongeren om een echt vak, want u heeft een echt vak, te leren? Bovendien denk ik dat ze bij u andere uren moeten maken dan van 9 tot 5 in een normale baan. Ja, dus zo zeker dat het bakkersvak, dat is ook gedeelte nachtwerk, hè, dat weet iedereen. Je hebt 4 uur nodig voordat een brood vanaf het deeg uit de oven komt. Dus daar kan je al tellen hoe vroeg dat je eigenlijk beginnen moet. Maar wat ik dan merk, we hebben ook veel stagiaires van de bakkersschool. En zeker als het eerste jaar stagiaires zijn en ik vraag van wat wil je, heb je plannen, denk je al zo van na, ben je eens een eigen bedrijf? Of, dan hoor ik vaak dat gezegd wordt van nou, het eerste jaar wordt gewoon gekeken, wil ik dit vak wel? Ik denk ja, eigenlijk had dit meer een bewustere keuze al moeten zijn. En dan merk je vaak dat als de stagiaires toch een tijd bezig zijn, dat ze gewoon op een gegeven moment gaan wisselen en kiezen voor een hele andere opleiding. Terwijl eigenlijk dat stukje van tevoren al had moeten gebeuren. Hè? Ja. Dat, waarom niet eens contact opnemen met de bakker en zeggen van ik wil eens komen kijken, ik kan niet eens meedraaien, ik wil kiezen voor dit vak. Ja. Ligt het in de scholen? Ja, voor een groot gedeelte denk ik dat het een stukje voor thuis is, maar ook een stukje aan de school zelf. Maar kijk, als je al begint aan de opleiding, dan is het aan de leraren om de mensen te motiveren voor het vak en te interesseren voor het vak. Ja, dus dat ligt zeker een stukje. Maar ik denk, voordat je aan de opleiding begint,
dat je toch ook een stukje van thuis daar een hulp mee zou moeten meekrijgen. Inzet en verantwoordelijkheidsgevoel. Maar ik sta heel even terug naar uw bedrijf en uw producten. Als ik het vergelijk met uw twee collega's, het bier van Alfa gaat dan naar China en naar Duitsland. En stroop, dat kopen we in heel Nederland van Knesius, ook over de grens. U bent een bakkerij, er zijn heel veel collega-bakkerijen. Waar komen uw klanten vandaan? Ik kan me niet voorstellen dat ze alleen uit Schinnen komen. Nou, het zijn de klanten inderdaad uit Schinnen, maar buiten dat ook van ver in de omstreken, zelfs bovenaan in Noord-Limburg, met name voor het roggebrood. Wat eigenlijk het recept is wat al van grootvader is. En mensen dan toch de moeite nemen om dan dat stuk te rijden en vaak voor de buurt nog wat meenemen, zodat ze met de kratten vol naar huis terug gaan. Maar wat je toch ook merkt is als mensen verhuizen, dat ik ze toch nog regelmatig terugzie. Dat ze als ze in de buurt zijn dan toch nog de boodschappen even komen doen. Ja. En dat is met name ook de band die je dan hebt. Hè. Je weet niet alleen wat mensen eten, maar je weet ook vaak meer van de klanten af, hè? Omdat je toch wel eens een praatje maakt en je interesseert voor de mensen. Ja. Ja, en u heeft straks verteld dat uw personeel natuurlijk ook sterk gebonden is aan het bedrijf. Ja, ja, ik ben heel trots op onze mensen, want ze zijn allemaal langer dan 10 jaar in het bedrijf. Ze zitten met een hele vaste groep. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en dat vult elkaar heel goed aan. En wat dat betreft denk ik dat dat een van de redenen is dat je als bedrijf ook verder kunt. Dat gewoon heel erg goed zit. Want over 25 jaar moet dat predicaat weer aangevraagd worden. Precies. Zo is dat, hè. Mevrouw Ekstra, u heeft samen met uw collega's de Canisiusstroop en het Alfabier besloten om de handen ineen te slaan en iets met de hofleveranciers samen te gaan doen. Uw krachten te bundelen. In eerste instantie heeft u mij verteld dat u de gemeenschap wil ondersteunen. Wat beoogt u daarmee? Dus zodat wij van de zomer als hofleveranciers bij elkaar zijn gaan zitten om te kijken van wat kunnen we, want veel is er al. Maar probeer dan iets te bedenken wat ook een goed resultaat zou gaan hebben. We hebben de eerste hofleveranciersdag georganiseerd om gewoon de mensen in het dorp kennis te laten maken met de bedrijven. Ja. En we hebben er een hele leuke dag van gemaakt. We hebben een kijkje laten nemen achter in de keuken van de bedrijven. En we hebben daarbij ook de vereniging, het IVN van Schinnen, betrokken. En dat is eigenlijk onze opzet om toch iedere keer wel andere verenigingen te betrekken of ondernemers te betrekken bij de activiteiten die je doet. Want wat blijkt als je samenwerkt, dan sta je veel sterker en heb je steun aan elkaar. En dan komen er ook allerlei ideeën naar boven waar je wat mee kan. Ja. En buiten het feit met verenigingen en andere ondernemers hebben we ook inmiddels contact gehad met de gemeente. Ook al daar een gesprek mee gehad om te kijken of we toch wat voor elkaar kunnen betekenen. Ja, en niet alleen voor ons als hofleveranciers, maar ook voor de andere ondernemers. Want u wilt een soort workshop gaan opzetten voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf om daar uw ervaringen mee te delen. Ja, dus zo, we zijn alle drie familiebedrijven die al heel lang bestaan. We zijn het jongste familiebedrijf, maar daar zit zoveel jaren ervaring in. En waarvan je denkt, eigenlijk zou je daar wat mee moeten kunnen doen. Dat anderen daar hun voordeel mee kunnen halen. En dat is eigenlijk iets wat je zou moeten delen, die kennis. Ja. Dat is nu is er ook een pakket gemaakt van de producten, dus de stroop, het bier en uw brood. En dat zet u in voor verenigingen, zodat ze daar geld mee kunnen verdienen. We hebben het eerste pakket nu gemaakt voor de fanfare in Schinnen. En de bedoeling is gewoon dat zij daarmee aan de slag gaan en gaan kijken om voor hun vereniging zoveel mogelijk pakketten te verkopen. Nou, dus want tijd voor. Ja, de opzet is ook van steek zelf ook de handen uit de mouwen. Dus niet alleen met gesloten beurs proberen de zaken voor elkaar te krijgen. Het kan niet op je afkomen, je moet het zelf doen. Ja, precies. Goed, dank u wel, tot zover mevrouw Ekstra. Alvast heel veel succes. We gaan naar Brunsum. Wethouder, Brunsum transformeert. Er zijn veel projecten op dit moment die in uitvoering worden genomen. Want ze staan al jaren op de planning. En mijn vraag is, waarom duurt dat toch zo lang voordat zoiets gerealiseerd wordt? Ja, daar is ook de tijd voor nodig. Hè. Je hebt een idee. Maar ik bedoel, als we spreken over Trebeek, dan is in 1997 het eerste plan op tafel gelegd. En dus er zijn er wel meerdere die 8 of 10 jaar oud zijn. Ja, maar goed, maar de plannen van Trebeek die bestaan ergens uit 2006. Toen ben ik aangetreden als wethouder. Daar hebben we dus nieuwe plannen gemaakt voor het hart van Trebeek. Dan zie je dat
Overigens, in Trebik zijn we wel aan de slag. Hè. Daar zijn nieuwe woningen gebouwd. Die eerste woningen die staan er ook. We gaan nu de volgende fase in het bouwen van een nieuwe supermarkt. Maar je ziet gewoon... Op welke termijn is dat? Nou, de verwachting is dat wij medio 2014 beginnen met de bouw van de supermarkt. De plusmarkt wordt dan verplaatst naar de omgeving waar nu de openbare school staat. Aan de andere kant zijn we bezig met het bouwen van de brede school in Trebik. Ja. Daar gaat de openbare school, de Franciscus school, gaan daar in de brede school zitten. Er komt ook een nieuwe sporthal. Maar waarom duurt dat zo lang? Eerst plaats moeten plannen gemaakt worden. Plannen moeten ook kloppen. We zijn in 2006 zijn begonnen met heel veel van die plannen te maken. Trebik, masterplan, centrum. Uiteindelijk moeten die plannen landen in een bestemmingsplan. Het maken van een bestemmingsplan duurt gewoon een jaar. En vervolgens als er nog een procedure komt, dan ben je anderhalf jaar tot twee. Bezwaarmakers zijn natuurlijk ook. Bezwaarmakers, dan ben je anderhalf jaar tot twee jaar verder voordat je echt ook kan beginnen met bouwen. Ja. En uiteindelijk speelt ook een crisis een rol. Want het gaat allemaal om heel veel geld. Hè. Het bouwen van zo'n school gaat om miljoenen. En je moet dus ook andere partijen meenemen in dat proces. Mm-hmm. En zeker als je op de anderen laat investeren. Hè. Wonen Zuid investeert gigantisch veel geld in Trebik, in de woningen. Ze zijn er bezig mee om de asbest te vervangen van de daken. De daken ook weer mooi te maken en goed te maken en te isoleren. Als je zo'n proces goed laat plaatsvinden, kost dat tijd om tijd, ook partners mee te nemen in dat proces. Ja, goed. Ja. Helder. We hebben er een aantal, er zijn er natuurlijk meer, hè, maar ik zou een paar met u graag willen doornemen. Prima. Het zorgplein. We zien nu dat daar hard gewerkt wordt aan de grond en keermuren worden gezet. Kunt u nog eens kort uitleggen waarom dat zorgplein er eigenlijk moet komen? Is het huidige ziekenhuis, dat er toch heel goed uitziet, voldoet dat niet meer? Nou, steeds minder, hè? Want de eisen in de zorg die worden steeds zwaarder en hoger gesteld. Ja. Mensen verwachten ook steeds meer van een ziekenhuis. Hè? Wat je ziet, welk proces er in Zuid-Limburg aan de gang is, is dat het Atrium ziekenhuis in Heerlen wordt verbouwd. Daar worden nieuwe OK's gebouwd. Dat doen we ook als Brunsen maar mee. We willen ook dat onze regio, Parkstad, gewoon een goed ziekenhuis heeft. Je ziet dat in de westelijke Mijnstreek, in Sittard-Geleen, is het Orbis ziekenhuis gebouwd. Orbis ziekenhuis was eigenlijk te duur. Het Orbis ziekenhuis en het Atrium ziekenhuis worden min of meer gedwongen om te gaan fuseren. En uiteindelijk heb je dan nog het oude kleine streekziekenhuis in Brunsum blijft dan over. En het is een utopie om te denken van als dat geweld tussen die twee grote ziekenhuizen plaatsvindt, dat het kleine ziekenhuis in Brunsum overleeft. We hebben het geluk nu dat wij ook op tijd geschakeld hebben, dat wij gekeken hebben hoe kun je nou die ziekenhuiszorg die we nodig hebben voor Brunsum. Hè? Want opereren zoals dat 10 jaar geleden gebeurt, dat is vandaag de dag is dat compleet anders. Ja, het opereren gebeurt nog wel. Maar vroeger lag je 14 dagen in een ziekenhuis. Dan had je dus de nazorg, dat vond ter plaatse plaats. Dat is, tegenwoordig is dat heel anders. Dat je wordt geopereerd. Binnen 2-3 dagen, als je ertoe in staat bent, mag je weer naar huis. Ja. En het is dan heel erg belangrijk dat, met name dat entree van het ziekenhuis, hè? Dus het komen op spreekuur bij die dokter, dat wel heel dicht bij huis kan plaatsvinden. Ja. Dus, en ook de nazorg, hè, want je bent geopereerd. En die nazorg, die specialist die wil je ontmoeten, dat wel in Brunsum kan plaatsvinden. Dat blijft dan in Brunsum. Dat is natuurlijk heel voordelig. Want we zijn de enige plaats, althans Brunsum is de enige plaats, waar het nog zo'n klein ziekenhuis geëxporteerd wordt. Met de OK's. Maar goed, het Brunsumse ziekenhuis is natuurlijk ook al langer onderdeel van het Atrium concern. Okay. Dus wij horen gewoon samen met het ziekenhuis in Kerkrade en Heerlen en Brunsum, dat hoort bij elkaar. Ja. Nou, we kijken daar met veel genoegen uit, want ik denk dat goed voor Brunsum is. Centrumplan. Ja. Onlangs konden we in de krant lezen, prachtige afbeeldingen. We zien er nu een van, met de doorsteek, met het mooie straatje, zoals u dat wel eens noemt. Hè. Wat wordt gerealiseerd, op welke termijn? Nou, wat wij aan het doen zijn met de doorsteek, hè, dat is onderdeel van een breder plan. We hebben in 2008 of 2009 hebben het masterplan centrum vastgesteld. Dat ging over een groter gebied. Dat ging over het gebied ongeveer van de Prins Hendriklaan tot aan de Schinvelderstraat. Ja. Dat gebied wat daartussen ligt, dat noemen wij het centrumplan. En er zijn allerlei ontwikkelingen gaande. Volkshuisvestelijk, hè? Waar gaan we slopen, waar gaan we woningen onttrekken, waar gaan we nieuwe woningen bouwen, is vastgelegd. Hoe gaan we om met onderwijs in dat gebied? We proberen in elke
wijk, elke windrichting proberen we een brede schoolconcept neer te zetten, ja. Zodat Brunssum krimproof is. En als je gaat kijken naar wat we in het centrum aan het doen zijn, kijkende naar het centrum van Brunssum, we hebben nu min of meer een centrum dat loopt vanaf het Bodeplein tot onder andere Gregoriuskerk. En op de langere termijn is dat niet meer in de lucht te houden. Nee. Zo'n langgerekt centrum. Dus wij proberen het centrum in te dikken, sterker te maken in het ei, zoals wij dat noemen. Ja. En we proberen dat ei ook spannender te maken. Dat plaatje wat u net zag, is dan ook het aanleggen van een nieuw straatje, een heel dorpachtig straatje, ja. Zodat je dat achtje kunt lopen in dat ei. En dat maakt het dus aantrekkelijker om in dat gebied te verblijven. Ja, dat loopt, als u me verteld heeft, een klein bergje loopt dat omhoog vanuit de Kerkstraat richting het Koude Veld, daar waar nu Albert Heijn zit. Hè? Wij moeten in ons centrumplan, hè, in dat straatje, moeten we ongeveer, als ik goed, zo'n 4 à 5 meter in hoogteverschil overbruggen. Ja. Dat kun je doen met een kort straatje met trappartijen erin, maar dan is het niet gehandicapten vriendelijk. Ja. Brunssum vergrijst, dus we hebben ook steeds meer senioren die ook wat moeilijker ter been zijn. Dus we maken daar een heel klein slepend straatje van, ja. Waardoor je dat hoogteverschil niet merkt als je het doorloopt. Ja. Nu hebben wij gezien dat bepaalde eigenschappen heeft, dat straatje. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, toen wij begonnen aan dat plan, hebben we een architect, de heer Soeters, naar Brunssum gehaald. Een groot architectenstad in Nederland. En de heer Soeters hebben we de opdracht gegeven van, wij willen een nieuw winkelstraatje in Brunssum hebben. Maar het moet ook een Brunssums winkelstraatje zijn. Ja. Het moet niet een winkelstraatje zijn die je ook in Almere ziet, of in Apeldoorn, Amersfoort of in Arnhem. Nee, het moet kenmerken hebben van Brunssum. En wij zijn dus op zoek gegaan in onze beschermde gebieden, in onze mijnkolonieën. Ja. Dus we zijn in de Oude Eggen gaan kijken, we zijn in de Rozengaard gaan kijken. En dan zijn we gaan kijken naar muurelementen. En die muurelementen die vind je dus terug in dat straatje, in die stedenbouwkundige stijl. Dus dat is echt een Brunssum straatje geworden. Ja. Als het gebouwd wordt. Als het gebouwd wordt. Als het gebouwd wordt. Ja, stichwoord gebouwd. Want wat gaan we het eerst bouwen? De planning is dat wij eerst de Albert Heijn gaan verplaatsen. Daar komt een nieuwe Albert Heijn, iets kleiner dan die op dit moment is, maar wel voldoet aan de moderne eisen. En die Albert Heijn die wordt zeg maar langs het Koude Veld gebouwd, wel binnen het ei. Als dat staat, dan wordt langs het Koude Veld worden ook de woningen gebouwd. Dan breken we de huidige Albert Heijn af, dan wordt daar komen dan ook nieuwe winkels en woningen boven. En uiteindelijk beginnen we dan, daar ben je 2 jaar verder, want daar ben je toch al 2 jaar aan het bouwen. Ja. Dan gaan we ervan uit dat we ook die tweede sterke trekker voor dat centrum hebben binnengehaald. En die tweede sterke trekker die moet op de kop komen van de Wilhelminastraat. Dus als je de Wilhelminastraat uitkomt, dan loop je dat nieuwe straatje in aan de onderkant. Okay. En daar moet ook nog een tweede trekker komen. Okay. Dat is dus vanuit de kerk misschien begane grond en daar bovenop komen dan weer nieuwe winkels of parkeergarage? Nee, de bedoeling is dat op de Albert Heijn, daar komen woningen langs. En het mooie van dit concept is dat ook die woningen een tuintje krijgen. Hè? Dus je woont in het centrum, wel op Albert Heijn, maar je krijgt wel zo'n patio-tuintje. Dat je ook lekker buiten kunt zitten en niet alleen maar een balkon. Ja. Dus het is niet maar alleen maar een appartementje. En verder worden daar ook voldoende parkeerplaatsen aangelegd. Omdat we een aantal vierkante meters in het ei gaan uitbreiden, maar wel dat er ook voldoende parkeergelegenheid is. Ja. En natuurlijk, wij gaan geen betaald parkeer invoeren. Oké, daar houden we u aan. Daar houden we aan. Tegenwoordig hoor je steeds vaker, internetverkoop groeit, omzet 9 miljard op dit moment, leegstand, de ontwikkelingen in Parkstad. Vreest u niet voor leegstand met zoveel winkelruimte? Nou ja, het is altijd hoe je het bekijkt. Hè? Kijk, wij kiezen ervoor om ons winkelgebied, ons kernwinkelgebied in te dikken. En we kiezen dan ook bewust daarvoor om daar te investeren. Gaan we kijken naar ons kernwinkelgebied, dan hebben we op dit moment 11% leegstand. Is dat veel? In Nederland is het gemiddeld 10%. Ja. Als je de lijstjes ziet van de regio, 19% in Heerlen, 17% in Kerkrade. En dan dan ligt Brunssum nog qua leegstand er prima bij. Ja. Dus wij hebben ook wel gezien, door de vestiging van de Action, door de vestiging van de Big Bazaar, dus die ingrepen die we al in het centrum hebben gedaan de afgelopen jaren, zie je gewoon dat Brunssum aantrekkelijk is. Ja. En ja, er staan panden leeg, maar er worden ook heel veel panden weer gevuld. Ja. Een paar te noemen, hè, ik noemde net al de Action, de Big Bazaar.
De sushi bar komt eraan, ja. De Domino's Pizza is pas geopend. En op het Lindenplein ook een nieuw restaurant geopend, een Macedoniër. Ja. Dus Brunsum bruist. Ja, het begint te komen. Ja. Ja. Brikkenoven. Heel veel discussie over geweest. En uiteindelijk is toch het besluit gevallen om een nieuwe brikkenoven te plaatsen. Mm-hmm. Is die multifunctioneel? Heeft die dezelfde multifunctionaliteit als de huidige brikkenoven? Of wordt het allemaal een beetje krampachtig klein? Nee, ik vind het concept wat er ligt en wat we nu ook de afgelopen week hebben gepresenteerd aan de bevolking, ja, vind ik al schitterend. Maar ik vind de indeling binnen vind ik nog veel mooier. Ja. De multifunctionaliteit van het gebouw is echt super. Ja. We hebben het zo ingericht dat waarschijnlijk boven komt de zaal. Daar wordt een zaal waar 450 mensen uiteindelijk kunnen plaatsnemen, zittend. Staand zijn dat er meer dan 1000. Zoveel mensen kunnen erin. We kunnen de zaal opdelen in verschillende zalen. En dan kun je in de ene zaal, kan het zo zijn dat daar de fanfare oefent. En aan de andere zaal de bridgevereniging. En ze hebben dan geen last van geen last van elkaar. Maar, we hebben het gebouw dus echt multifunctioneel ingericht. Oh, dat is geweldig. De Brunsumers kunnen kiezen, hè, wat de kleur betreft, tot 8 december. Ja. Dus het wordt het wit of wordt het geel. Waar gaat uw persoonlijke voorkeur naar uit? Ja, daar wil ik eigenlijk geen uitspraak over doen. Natuurlijk, ik heb ook een persoonlijke voorkeur. Ja. Maar als het dadelijk de kleur wordt die ik vandaag uitspreek, dan is het van daar heeft hij op aangestuurd. Ja, ja. Dus ik wil, ik wil dat niet beïnvloeden. Oké, dan zullen we dat ook maar niet doen dan. Maar beide zijn leuk. Hè? Ja. Beide hebben ook een thema aangehangen. De gele verwijst naar ook naar het nieuwe gemeentehuis, maar ook naar de Brunsumse klei. We hebben Brunsumse klei, die wordt nog steeds gewonnen op de oostflank door de firma Maurik. En als je die klei bakt, krijg je gele bakstenen. Dus het is ook een Brunsums gebouw. Ja. Het witte gebouw heeft meer mogelijkheden. Op het moment dat het wit is, kun je het mooi aanstralen met ledverlichting. Mm-hmm. En kun je dus in de sfeer brengen wat je op dat moment nodig hebt. Met Koninginnedag zou je mooi oranje kunnen aanstralen. Ja, ja. In de winter ijzig blauw als je kunt schaatsen op de vijver. En zo kun je dus dat gebouw laten aanstralen met de sfeer die je nodig hebt op het plein. We zullen niemand beïnvloeden, maar mijn moeder zei vroeger, mijn moeder zag altijd wit. Moest oppassen van vlekken, dat vlekt gauw. Goed, nou die brikkenoven die komt ook te liggen aan een prachtig nieuw Lindenplein. Ja. Daar gaat u het park betrekken bij het Lindenplein. En op welke termijn wordt dat gerealiseerd? Het liefst zou ik dat morgen willen realiseren, want ik vind het een prachtig mooi plan. Overigens is het gemaakt door onze eigen ambtenaren. We hebben daar niet een extern bureau bij gehaald. We hebben de specialisten in huis aan tafel gezet en die zijn gaan nadenken. Hoe kunnen we dat plein, hoe kunnen we dat plein inrichten? Ik ben ook op zoek naar wat geld om het te kunnen realiseren. Maar ik hoor de geldbuidel al ergens rinkelen. Oh, dus ik ben in gesprek met partijen. Dat is heel goed. Ja. Want het Vijverpark is ook een ontwikkeling, het Openluchttheater is een ontwikkeling. Het zijn allemaal elementen die Brunsum verfraaien, kunnen we zeggen, de laatste tijd. Hè? Ja, wij zijn bezig aan de stad. Brunsum heeft het ook nodig. Hè? Ja. Want waar we het net over hadden, Brunsum, hier 100 jaar geleden zijn we getransformeerd van een boerendorp naar het mijnstadje. Ja. Wat je nu ziet is dat wij moeten oppassen, als we niet ingrijpen, dat we weer afzakken. Hè? Maar, want Brunsum gaat gewoon krimpen, demografische ontwikkeling. Mensen gaan gewoon dood, hè? Zo simpel is het. Er gaan meer mensen dood dan er geboren worden. De verwachting is dat we in 2025 10% minder mensen hebben. Dan hebben we 27.000 mensen. Dat is helemaal niet erg, maar je moet dat proces begeleiden. Ja, ja. Dat doen we niet geforceerd. Hè? Wij bouwen niet voor niets overal brede scholen. 2 scholen in 1 gebouw die dadelijk lekker kunnen fuseren tot 1 school. Zodat je wel je onderwijs op de juiste plek hebt. Gebouwen die 40 jaar vooruit kunnen. Ja. Dat zijn we aan het doen met ons centrum. We gaan krimpen. Dus uiteindelijk heb je minder vierkante meters nodig. Dus we pakken ons centrum daarvoor, proberen ook te concentreren. We doen dat met onze volkshuisvesting. Afspraken maken met woningcorporaties. We zijn aan het slopen. We zijn om aan het vormen naar levensbestendige woningen. Ja, nou, het klinkt allemaal als muziek in de oren van de Brunsumers. Hopen we, hè, dat dit dat ook zou ervaren. Want het is natuurlijk prachtig dat we in zo'n mooie plaats mogen wonen straks. Hè, met ook de toekomst. Er is nog veel meer te vertellen. Want we hebben het over een aantal onderwerpen überhaupt niet gehad. Maar die schuiven we door naar een volgende keer, als weer eens wat te vertellen is. Mag ik u van harte bedanken voor uw aanwezigheid, mevrouw Ekstra. Heel veel succes als hofleverancier met uw collega's. En mijn geurs, u heel veel succes met de ontwikkelingen in Brunsum. Dank u wel.
Ja, dat was het tot zover deze aflevering van Lopende Zaken. U kunt het programma ook terugkijken via onze website lotv.nl. Over 2 weken is er weer een nieuwe aflevering en dan met Paul Verstegen.